Zelf vindt ze de werken geen kunst, maar trots is ze wel. Martine Gosselink kent bij elke 17e eeuwse landkaart of aquarel van Johannes Vingbooms wel een verhaal. Het Nationaal Archief presenteert in de Rotterdamse Kunsthal de kaartencollecties waarover Gosselink een boek schreef, waarmee de geschiedenis van de Gouden Eeuw weer helemaal tot leven komt. Hier zien we een kaart van het eiland Terceira, een van de Azoren, een Portugees eiland, waar Jan Huygen van Linschoten een jaar heeft gebivakkeerd. En van Linschoten was een van de eerste Nederlanders die met de Portugezen naar Azië voer. En dus ook gegevens over de route heeft weten te ontfutselen. Die heel belangrijk waren voor de navigatie later van de Nederlanders die hun eigen weg naar de oost wilden vinden. Want aan de hand van dit soort werk tekende Johannes Vingbooms ruim 50 jaar later complete verkenningskaarten voor de VOC. Zonder ooit een voet over de Hollandse grens te zetten. Absoluut hoogtepunt zijn de drie nooit eerder vertoonde atlassen uit de bibliotheek van het Vaticaan, waar ze meer dan 300 jaar geleden terechtkwamen via de reislustige Zweedse koningin Catharine. En uiteindelijk is ze op het einde van haar tour door Europa in Rome uitgekomen. En daar overleed ze. En toen is haar atlas in handen gekomen van de kardinaal. En die kardinaal werd in hetzelfde jaar paus. En zo zijn de atlassen terechtgekomen in de bibliotheek van het Vaticaan. En sinds 350 jaar er niet meer uitgekomen. Wie ze toch wil zien heeft nu de kans tijdens de tentoonstelling Land in Zicht. Waarbij de openingshandeling bestaat uit de uitreiking van het gelijknamige boek aan een directe nazaat van de VOC. Jonkvrouwe Catharina Groenicks van Zoelen. Van de meeste plekken hebben we inderdaad de locatie die is afgebeeld kunnen achterhalen. Dat is eentje van toevallig deze waar we nu voor staan. En we willen eigenlijk vragen aan iedereen die deze kaart komt bekijken of nu ziet, om onderzoek te doen naar de afgebeelde plek. Opletten dus bij uw bezoek aan de Rotterdamse Kunsthal tijdens de tentoonstelling Land in Zicht.